Hoe bijzonder is dat dat wij hier nu een kijkje mogen nemen? Dat is heel bijzonder. Hier komt eigenlijk niemand behalve de bouwers. Hoewel het nog enige tijd duurt voordat de eerste metro daadwerkelijk op de Noord-Zuidlijn zal gaan rijden, zijn de ondergrondse werkzaamheden in volle gang. Hoe de stations er uiteindelijk uit gaan zien is voor iedereen een grote verrassing, maar dichtbij nam alvast een kijkje onder Amsterdam Centraal. De planning is dat de eerste metro gaat rijden in oktober 2017. Is het zwaarste werk nu voorbij of moeten we eigenlijk nog allemaal gaan beginnen? We zijn een flink eind op streek. Je zou kunnen zeggen dat bij Centraal Station de meest risicovolle fase achter de rug is. En bij de Vijzelgracht eigenlijk ook, bij alle grote stations. Maar we zijn er nog lang niet en we sluiten ook helemaal niks uit. We blijven alert op risico's en zorgen voor goede maatregelen om zaken in de hand te houden. Ja, de volgende stap is het afbouwen eigenlijk van de lijn. We moeten nog een aantal tunnels boren. We moeten ook nog het stuk tussen wat hierachter ligt, de zinktunnel van het Centraal Station en de overkant van het IJ moeten we nog afzinken. Er liggen nog drie grote tunnelelementen te dobberen bij de Suezhaven. En er ontbreken nog een paar stukjes tunnel. En ja, kijk, dit station is ook nog niet klaar als je zo om je heen kijkt. Het moet nog netjes worden afgebouwd allemaal. En er moet nog rails in worden gelegd. Eigenlijk moet alles wat er nog aan afbouw moet gebeuren, moet nog plaatsvinden. Waar gaat de Amsterdammer het meeste blij mee zijn? Ja, uiteraard met straks de prachtige verbinding die we hebben. Als je straks in een kwartiertje van Amsterdam-Noord naar helemaal naar Amsterdam-Zuid kunt rijden met de metro. Nou, dat gaat zo enorm helpen met het vervoer en met het verkeer. Dus ik denk dat de Amsterdammer straks heel erg blij is met de hele lijn.